Ik zit al jarenlang in deze cel opgesloten door de politieman. Ik ben gearresteerd in Roblox. Ik heb namelijk een bank overvallen. Alle gevangenen naar de buitenplaats toe. Maar ik hoor dat ik nu eindelijk een beetje naar buiten kan. Mijn celdeur is ook geopend inmiddels. Laten we maar naar de buitenplaats gaan. Een beetje kennis maken met medegevangenen die ook opgesloten zitten in deze gevangenis. Oh, wat een nare plek is het hier. Ook? Papi. Wat hoor ik vanuit deze cel? Kind? Wat doe jij hier? Hallo? Wat doe jij in de gevangenis? Ja, ik heb snoepje gestolen uit de winkel. Dus nu ben ik in de gevangenis en ik mis papi. Toch meen je niet? Ja, ik mis ook mensen, oké? Ik mis al mijn vrienden. Sam, Sally, Anna, Tommy. Ik mis allemaal, oké? Maar ja, nu heb ik alleen jou. Nou ja, wil jij dan maar vrienden zijn? Ja, dat is goed. Oké, laten we gaan. We moesten naar de buitenplaats, oké? Misschien dat we daarheen kunnen. Wacht eens even. Jeetje. Die ken jij toch? Tommy, ben jij dat? Hallo? Tommy, wat doe jij hier? Ja, nou, ik ben ook opgepakt door de politie. Waarom? Nou, ik heb misschien een bank overvallen. Heb jij ook een bank overvallen, Tommy? Misschien. Oké. Okay. Maar wacht, als jij hier bent en het kind is hier, is de rest hier dan ook? Zoe? Ja, ik ben hier. Wat heb jij nou weer gedaan? Je bent mega braaf. Hoe ben jij in de gevangenis beland? Zo goed met de snoepkraam. Heb je snoepjes gestolen, Zoe? Misschien. Oké, nou, we moeten met z'n allen naar de buitenplaats, oké? En trouwens, ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik ben wel klaar met deze gevangenis. Ja, ik ook. Kijken naar de gevangenisontsnapping met z'n allen. Ik vind hier ook echt heel erg. Ik wil een veel beter bed, gewoon. Echt een stomme gevangenis. Ja, ik hou echt niet van de jailbreak gevangenis, oké? We moeten een manier zien te vinden om te ontsnappen met z'n allen. Alleen laten we eerst naar de buitenplaats gaan, dan kunnen we daar helder nadenken, oké? Dat is wel een goed idee. Jongens, we zijn bij de buitenplaats aangekomen, maar inmiddels is het donker. Frisse lucht. Om mijn eigen scheetjes niet meer te ruiken van mezelf. Ja. Is dat niet Sam daar zo? Nou, ik ben door de politie in mijn cel gestopt. Heb je wat gestolen, Sam, dat je ook bent gearresteerd door de politie? Ja, ik heb koekjes gestolen. Oké, jongens. Misschien hadden we niet allemaal het slechte criminele pad om moeten gaan, oké? Kijk waar we nu zijn beland. In de jailbreak-gevangenis in Roblox, oké? Maar ik weet denk ik wel een maniertje hoe we hieruit kunnen komen. Ik ben al vaak op de buitenplaats geweest. Alleen jullie moeten rennen achter me aan, oké? Oké, doorrennen. Nee, ik denk dat we via het riool moeten. Dit is denk ik de beste optie van ons. Stil. We lopen nu onder het politiebureau, oké? We moeten een beetje zachtjes doen met z'n allen. Ik zie mijn eigen drol zwemmen. Met je naam erop of zo? Laten we gewoon via het rioolwater naar beneden gaan. En pas op, niet twee keer naar beneden springen. Dit ziet er zo vies uit. Ik wil niet. Het is het een of het ander. Op je wel naar buiten of niet, oké? Laten we deze liever het ander dan. Wat een grapje drap allemaal. Ik hoop dat dit de juiste weg is naar buiten, jongens. Ik heb nooit een riolering gezien, oké? Gaat dat gebeuren? Jongens, pas op. We moeten niet zomaar naar beneden springen. We moeten over alle buizen heen. Tommy, volgens mij is Zoe in het water gevallen. En dat betekent dat ze weer dat in de gevangenis zit. Dus onze missie is gewijzigd, oké? We hoeven niet alleen te ontsnappen. We moeten ontsnappen en daarna een inbraak doen in de gevangenis om Zoe te redden, oké? Ik denk dat we wel weten hoe dat moet. Oké, laten we deze kant op gaan. We mogen niemand meer verliezen onderweg. Dat is het belangrijkste. En ik denk dat we hier naar boven moeten. Ik weet dan niet waar we uitkomen. Cool. Maar ik zie hier wel iets. Jongens, kom snel hier doorheen. Oké. We zijn gevangen. Papi, waar ben jij nou? Oh, nee. 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 Oh,
Oké, we moeten ergens naartoe, oké? Leid ons naar de stad. We moeten denk ik naar de stad om uiteindelijk een helikopter of iets te krijgen, jongens. Oh ja, dat zou heel cool zijn. Want we moeten inbreken in de gevangenis om Zoe te redden. Dat is het belangrijkste wat we moeten redden. Doen. Ja. Maar voor nu... Nee, ik ben volgens mij hebben we iemand laten vallen van de auto. Ja. Pas op! Oké, stap maar op de motorkap, oké? Ga maar liggen, voor de zekerheid. Leg maar op de auto. Oké, welke kant gaan we op naar links? Jongens, ik denk dat ik een helikopter heb gevonden die we kunnen pakken om Zoe te redden. Ik ben even dit dak aan het opklimmen hier. Zo'n klein stukje nog naar boven en dan ben ik er. Alleen we mogen echt niet gezien worden door de politie. Daar hebben we een groot probleem, oké? Oké, hier naar boven en ik ben er. Kijk, een helikopter. Nee, hoe ga ik dit ding besturen? Ik weet niet hoe dit ding werkt. Oké, als het goed is zijn Tommy, Sam en het kind zijn hier als het goed is. Nee, ik zie de helikopter vliegen. Zakken. Alleen, hoe werkt het zakken? Oh, op deze manier. Jongens, ik ben er! Ik ben het! Open jij dat? Oké, stop de helikopter! Jongens! Wow, Dennis, ben jij dat? Ik ben het, ik heb een helikopter geregeld. Ik zit erin. Oké, Tommy aan de andere kant. Oké, en laten we gaan met z'n allen. Wow, dit is perfect. Wow. Hiermee kunnen we natuurlijk Zoe redden. Alleen, voordat we dat doen, moeten we Zoe wel even bellen. Dus ik pak de walkie-talkie erbij, oké, jongens? Oké. Zoe, hallo? Ben je daar? Hallo? Zoe, je moet naar de buitenplaats, oké? Zo snel mogelijk. We komen je ophalen met een blauwe helikopter. We zijn onderweg naar de gevangenis. Oké, over. We zijn er bijna. Oké, jongens, we moeten iemand afzetten, oké? We kunnen niet met z'n allen de gevangenis in. Want ik ben bang dat als we dat doen, dat we dan allemaal aangehouden worden. Oké, ik zet jullie hier op. Hier beneden, want hier beneden is een kunststoor. Het lijkt me handig dat we allemaal wapens hebben, zodat we natuurlijk kunnen verdedigen. Dat is wel een goed idee, ja. Inderdaad. Oké, kan ik ook lekker schietspelletjes spelen. Oké, even kijken. Een klein beetje landen. Jongens, waarom zit daar een auto aan de helikopter? Oh nee, er komt die gevangenen naartoe. Die wil volgens mij de helikopter stelen. Oké, één iemand bij de helikopter blijft om hem te verdedigen. Ik zet hem hier neer. Oh nee, hij komt hierheen. Hij wil de helikopter stelen, jongens. Jij gaat niet in de helikopter, meneertje. Wat heeft hij gedaan? Wat een stomme Rico. Hij heeft de helikopter neergeschoten, jongens. Naar binnen, we moeten naar binnen. We hebben allemaal een wapen nodig, oké? We kunnen hier een gratis rifle kopen, maar daarvoor hebben we wel een Game Pass nodig. Dus ik denk dat we allemaal een pistool gaan pakken. Ik kan een AK kopen voor 15.000. Ik denk dat ik die ga. Ik denk dat ik die meeneem, oké? Dat zou mega vet zijn. Oké, kijk Tom, ik heb gewoon een AK. Tommy, kijk dit! En ik heb een shotgun! Mega eng uit! Oké, perfect. Laten we naar... Jongens! Deze gast! Deze man is een beetje gewelddadig, volgens mij. Hij is wel heel eng, Pas voor hem. Oké, laten we naar buiten gaan. Ja! Oké, pak allemaal de auto. We moeten een nieuwe helikopter ophalen. Maar we hebben in ieder geval wapens nu voor iedereen, oké? Als je nou een auto pakt. Jullie kunnen wel hier blijven. Dan halen wij jullie zometeen op. Oké, Tommy, je moet naar dezelfde plek teruggaan als net. Stop. Land hier. Sam, we moeten Sam niet redden, toch? Ja, maar ik heb een hoofd. Vrees, ik durf dit echt niet. Oké, Sam. Oké, Sam, blijf hier, oké? Stop je onder de rem hier achter ons. Oké, wij moeten snel Zoe redden. We moeten zo hoog mogelijk vliegen. We mogen niet naar beneden geschoten worden door de politie, oké? Dat mag echt niet, Er komen. Oh nee, we zeggen ze hier neer. Zoe, kom naar buiten. Stop in, sneller. Oh nee, de politie gaat ons achterna zitten, jongens. Oh nee. Oké, ik land hier, want Sam is hier onder de ramp. Hij durft er niet mee te komen, oké? Span een auto, man. Oké, één iemand moet een auto spannen. Sam, deze kant op. Oké, Tommy, span jij een auto achter ons aan, oké? Is goed, zal ik doen. We moeten naar een geheime basis. Gelukkig hebben we geen wapens hoeven te gebruiken. Oké, kom mee, Sam. Oké, rij maar naar de stad toe, Tommy. Ik volg jou, oké? Is goed. Wow, we zijn gewoon ontsnapt en we hebben Zoe nu ook bij ons. Ja, ik vind het wel een leuk spelletje. Alleen, jongens, als criminelen moeten we natuurlijk ook wel andere dingen doen. En dingen overvallen. Ja, en mensen doodschieten. Ik denk dat we gewoon houden op een kleine overval op iets, oké? Ja, snoepjes stelen uit de winkel. Dat niet zozeer. We moeten heel veel geld verdienen. Laten we rechtdoor vliegen. Oké, Tommy, zet de helikopter maar neer, oké? Oké, laten we hem hier neerzetten. We zijn namelijk bij de criminele basis aangekomen, jongens. Ja, het duurde. We moeten hier met z'n allen naar binnen. Wat? Kom op, ik bedoel, we hebben allemaal wat gezien.
gestolen, dus we horen nu tot een criminele groep, toch? Ja, ja, zeker. En ik bedoel, die politieagent is zeker niet aardig voor ons. Hij wil ons letterlijk neerschieten. Nee. En die andere criminele agent. Is de volgende keer als wij de agenten zien? Inderdaad, ja, dan hebben we deze. Oké, jongens, pas op. Oh, we elkaar schieten. Oké, laten we deze kant op gaan, oké? Deze criminele basis is namelijk echt opgeheim, maar we kunnen hier gewoon doorheen door deze paaltjes. Ja, ik voel me net Batman in deze basis. Oké. We zijn niet echt Batman, maar wel criminelen. Oké, deze we zijn wel Bat. Wow, wat is hier binnen? Welkom in de criminele basis, jongens. We hebben hier allemaal dingen echt kunnen doen. Dit is mega vet. We hebben hier de collector. En de collector verzamelt al onze gestolen spullen, oké? Dus alles verzamelen kunnen we inleveren bij haar. En dan krijgen we mega veel geld. Dat is een soort Betekent verzameling. Dat je dan heel veel geld krijgt van die helikopter. Ja, maar toch niet alleen moet je hier kijken. We kunnen namelijk een crime boss worden. Oftewel een criminele boss. Oh, nou, dat vind ik wel. Dat vind ik heel cool. Dat vind ik heel cool. Net zoals James Bond. Alleen, de crime boss kan er maar één zijn. En dat kost helaas 400 Robux. Maar ik heb het gekocht. Want ik wil natuurlijk de criminele boss zijn. Ja, ik mag geen Robux van papi. Dus hetgene wat ik moet doen is... Ik moet natuurlijk wel het juiste outfitje aan hebben. En kijk hoe ik eruit zie. Jij ziet er echt heel cool uit. En dat niet alleen. Ik heb nu letterlijk toegang tot deze auto met een minigun. Dat is heel cool. Yeah. Kunnen we alle stomme politieagenten neerschieten. Oké, wie pakt het wapen? Wie bestuurt het wapen boven op de auto? Oké, Tommy, jij bestuurt de machinegun. Zo heeft ook een auto gepakt samen met Sam. En weet je wat we hiermee gaan doen? Politieagenten. We gaan wraak nemen op al die politieagenten, oké? Ja, we gaan terug naar de politieagenten neerschieten. Oh, ze zullen boeten voor wat ze ons hebben aangedaan, oké? Oh, precies. Op deze kant. Dat was een cactus. Tommy, je moet niet zomaar schieten, oké? Ik dacht dat de cactus een politieagent was. Er zijn geen regels voor criminelen. Schieten, Tommy, schieten! Inderdaad, schieten, hoppa! Schieten die handel. Die van jullie politieagenten. Oké, we moeten naar de stad als eerste, oké? Als we politieagenten tegenkomen, Tommy, je schiet meteen op ze, oké? Oh, ja, zeker. Oh, Tommy, daar gaan we! Ja! Hoppa! Oké, de auto hadden we makkelijk. Hé, politieagent hier, Tommy, schiet op de weg! De politieagent, waar? Hier binnen. Schieten, die van jullie. Schiet, hij staat achter. Rijd naar voren. Oh, wat denken ze wel niet dat we ons aanschieten? Oké, schiet op Tommy. Hij is overrit. Oh nee. Oké, weg voor hem. Hij komt ons achterna. Inderdaad, wegvluchten. Oké, we zijn de stad in. En we moeten kijken Oh, ik zie een helikopter achter ons aan. Oh, pas op hiervoor. Oké, er staan hier meerdere politieauto's. Daar moeten we voor oppassen, oké, jongens. En waar zijn Zoe? Zoe en Sam, zijn we die kwijtgeraakt? Dat denk ik. Sam en Zoe. We moeten ons zien te vinden. Oké, jongens, ik heb hier het glas doorgesneden. Oké, we zijn weer bij elkaar. We hebben Zoe en Sam gevonden. Oké. Zorg dat je alle lasers niet aanraakt, oké? En we moeten alles hier zien te pakken. We moeten alles pakken van deze verdieping. Maar pas op voor de lasers. Als je de lasers laat opgaan, heb je een groot probleem. Er zijn heel veel lasers. Pak ze wel mee als je kan, oké? Voordat de politie komt met z'n allen. Oké, laten we naar boven gaan. Ja, inderdaad. Jongens, wie heeft het alarm laten opgaan? Nou, ik was niet. Ik denk dat we hier weg moeten wezen, oké? Met z'n allen, spring van het dak op! Als het goed is, heeft iedereen een parachute bij zich, oké? En hoppa! Ja, dat denk ik. Daar kom ik, oké? Verzamelen bij de auto's, jongens! Ik ben beneden, jongens! De inbraak is niet zo heel erg goed gegaan, oké? Ik pak deze auto, perfect. Oké, daarnaast staat nog een auto. Oké, jongens, iedereen beneden, verzamelen waar de auto staat, oké? Moet je zo snel mogelijk weg voordat de politie komt. Tommy, Sam, Zoe, hebben jullie al een buit meegenomen? Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. Mijn zak is het helemaal vol. Oké, perfect. Maar ik durf niet naar beneden. Ik heb hoogtevrees. Springen, jongens, van het dak al springen, oké? En dan je pols eruit volgen met spatie. Dat was niet de beste manier. Gaat het niet? Zachte landing. Oké, stap in, jongens. Snel, schiet op. Oké, Tommy. Het is tijd, oké? We hebben een overval gedaan op een juwelier. We hebben enorm veel buit meegenomen. En daar is politie, oké? We moeten een beetje voorzichtig zijn. Wow. We moeten deze kant op. We hebben nog één missie. En er staat hier dat een bank open is voor een overval. Gaan we een bank overvallen met z'n allen? Of we kunnen wraak nemen op de politie. Dat kunnen we ook doen, jongens. We gaan de politie neerschieten met z'n allen. Dat is zelfs nog wel beter. Dat klinkt als een plan. Oké, er staat hier een app en die moeten we nemen, oké? Wat was dat nou weer? Dat was niet
de beste manier, oké? Okay? We moeten hier binnen zien te komen, maar hoe gaan we hier naar binnen komen met z'n allen, jongens? Oké, okay, nou, ik zie daar een opening. Door in te breken. Daar zo. Oh, misschien kunnen we inderdaad hier onderdoor. Kom, we gaan hier onderdoor, jongens. Ja, okay, laten okay, we okay. dat doen. Hoppa, ik ben er onderdoor. Pak je nou, schiet de blik, pak op, pak op, pak op. Oké, langzaam met z'n allen, oké? Oké, oké. Oké, we zijn op het buitenterrein. We moeten zorgen dat we een pasje hebben van een politieagent. Ja, of we kunnen hier overtrek heen. Misschien kunnen wij ons net voordoen als de politie dat we zo een pasje krijgen. Dat zou perfect zijn, maar ik denk dat we over het hek heen moeten, jongens, met z'n allen. Of een achterdeur moeten openen. Oh, dat kan ook nog. Deze zit op slot, helaas. Oké, deze kant op. Okay. Tommy, hou je wapen gereed, oké? Okay? Ik heb mijn wapen gereed. Ja, ik heb hem nu ook vast. We hebben daar nog een ingang die we kunnen testen met z'n allen. En anders moeten we denk ik via het riool weer terug, lijkt het wel. Oh, ach, nee, niet het riool. Ik allemaal poep en plas. Dit is het bezoekcentrum, hier is niemand. Alleen durft ook geen politieagent naar buiten te komen. Nee, wacht eens even. Ik dacht dat het een nacht is. Jongens, zag je dat? Ik zag iemand weer de paal naar boven klimmen hier zo. Ja, zeker. Dat moeten we ook doen. Oh, we kunnen hier gewoon naar boven klimmen. Oké, laten we hier naar boven klimmen. Wow, dit is echt wat hemel. Op deze manier kunnen we in één keer op dit platform. En dan zijn we binnen. Hoppa. Wow, we zijn gewoon op het binnenterrein hier zo. Oké, langzaam naar beneden. Hoppa. Oké, dat was iets hoger dan wat ik dacht. Ja, oké, jongens, daar kom ik. Ja, het gaat wel hoor. Oké, perfect. Het enige wat we nu moeten doen is onze wapens gereed houden als politieagenten. Dat is een goed idee. Dan schieten we ze neer, oké? Alleen, jongens, het is een klein probleempje. Wat dan? Zonder de politieagent komen we namelijk niet buiten. En volgens mij zijn alle politieagenten naar de stad gegaan omdat daar allemaal overvallen zijn. Oh nee, er is hier helemaal niemand, dus ze moeten terug naar het riool. Ik vind nou dat we weer opgesloten zitten. Ja, jongens, ik denk dat we in plaats van dat we hier een redding wouden uitvoeren om alle gevangenen te laten ontsnappen, dat we onszelf weer een gevangen hebben gemaakt. Oh nee, alweer. Man, als de kijkers willen dat we hier uitkomen en meer op missie gaan, dan moeten ze het laten weten in de reacties, oké, jongens? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!